Ja, sowieso de kwaliteit van de inzet is enorm hoog. En eigenlijk letten wij vooral daarop dat je op het moment dat je 100% je best doet en plezier hebt, dan wordt de kwaliteit van het spel vanzelf hoger. Dus waar wij op ingestoken hebben deze twee weekenden is vooral de inzet en het plezier in badminton. En daardoor zien we dat hier ontzettend leuk badminton wordt. Nou, die kwaliteit was al bekend. We zijn vorig jaar zijn we hier ook geweest. En toen waren we ook verbaasd over de kwaliteit. Dus dat is allemaal heel goed werk geweest van de trainer Jimmy. Ja, dit jaar konden we eigenlijk de oefeningen weer wat moeilijker maken. Hè? Wat moeilijkheidsgraad erin stoppen. Dus je ziet ook dat ze hard gewerkt hebben. En dat ze nu ook weer goed en fit aan het seizoen gaan beginnen. Almelo kent sinds een aantal jaren een toptalent op het gebied van de badminton. En dat is Sebastiaan Lee. Sebastiaan, de maand mei was voor jou bijzonder succesvol dit jaar. Ja, in de maand mei waren de Nederlandse jeugdkampioenschappen. En daar ben ik Nederlands kampioen geworden in de single en in de mix. Samen met Deborah Jille. Dat betekent dus dat jij een toptalentje bent. Hoe ben je zo tot badminton gekomen? Ik ben eigenlijk op 7-jarige leeftijd een keer met mijn vader en moeder mee naar de sporthal genomen. Want zij speelden ook allebei badminton. En zo ben ik eigenlijk begonnen. Ja, eigenlijk gelijk al toen ik bij BC Mod begon in Almelo. Toen zagen de trainers dat ik wel talent had. En toen ben ik gelijk naar de breedte training gestuurd. En daar is het begonnen. Ja, ik ben geselecteerd door Rune Massing en Robert de Keijzer. Om in november mee te gaan naar het WEK in Peru. Dat zijn de wereldjeugdkampioenschappen. Nou, de wereldjeugdkampioenschappen is van de leeftijd onder 19. Ik ben nu zelf 16, dus ik denk dat ik, als ik daar ben, veel ervaring op moet gaan doen. En dan hopelijk ook nog een beetje resultaat. Ik train sinds dit jaar 3 keer op Papendal. En daar train ik met de senioren mee van de nationale selectie. Vorig jaar met mijn privé-trainer Arie Hof heb ik een heel trainingsschema uitgestippeld. En ook daar komen de Olympische Spelen in voor. Dat betekent dus dat we je over een paar jaar jou kunnen verwachten in een van de wereldsteden hier op de aarde. Ja, dat zou heel goed gaan kunnen. Hoe is jouw training te combineren met de school? Ik zit al 5 jaar op het Nordic. Het Nordic is een loodschool en ik heb daar mijn eigen begeleider. En die begeleider kan ik allemaal dingen mee overleggen. Zoals bijvoorbeeld als ik naar een toernooi moet of ik heb trainingen. Ik kan mijn huiswerk niet af hebben, dan kan ik naar die begeleider gaan. En die zorgt dan dat ik toch naar die trainingen kan, toch dat toernooi kan spelen. Dus zo gaat dat. Dus met andere woorden, het is helemaal aangepast aan het schema wat jij aanleert. Ja, precies. Succes. Dankjewel.